Ken je Mohammed nog? De jongen die dacht dat hij door zijn Marokkaanse achtergrond geen journalist kon worden? Hij deed een oproep om succesvolle Marokkanen te interviewen. En voor zijn documentaire is nu een deel geïnterviewd. Zaid El Oudani, luitenant-kolonel, veel mensen. Artsen nog? Ja. En deze week stond zijn grote held op het programma. Mo! Goed, jongen. Goed. Alles goed? Ja. Goed zo. Hoe zit het, jongen? Wie heb je ontmoet gisteren, Mohammed? Ali B. Ja, dat was jouw grote wens, hè? Ja. Hoe was het? Heel leuk. Ik wil dat als ik tegen jou praat, dat jij de rest van je leven, dat je over 30 jaar naar me toe komt. En dat je zegt, Ali, weet je nog, toen ik bij jou op de bank zat, toen zei jij dit tegen mij. Ik ben het nooit meer vergeten. Vorig jaar nog werd jij een beetje geplaagd op school, begreep ik. Ja. Is dat nou veranderd sinds dat jij bekende mensen interviewt? Ja. Ja? Dus je bent nu de stoere man in de klas? Ongeveer. Wanneer is de documentaire af? Want nu zijn we wel benieuwd, hè? Volgend jaar ongeveer. Voor de zomer. Voor de zomer. Dan kan je het te zien krijgen en dan komt er nog wat delen bij de documentaire. Dan gaan we na de zomer weer verder. Ja. Gaaf. Bedankt. De documentaire wordt geproduceerd door Studio Mojo. En zal te zien zijn op een internetplatform Podium Noord.